Burgerlijke ongehoorzaamheid moet achterwege gelaten worden. Dit zei Jerry Sleingaard, coördinator van het NCCR, gisteravond tijdens de spoedpersconferentie van het COVID-19 management team. Hij haalde aan dat een groot deel van wat zich nu afspeelt door ongehoorzaamheid komt. In het weekend is een aantal positief geteste COVID-19 gevallen erbij gekomen. Sleingaard doet daarom een beroep op de samenleving om de COVID-19 maatregelen in acht te blijven nemen. Dat COVID-19 geen keuze maakt tussen ik ben dit of ik ben dat, of ik ben rijk of ik ben arm, of ik ben zwart of ik ben wit, of ik ben you name it, ik ben van ABAP of ik ben van NDP of et cetera, et cetera. COVID-19 is het virus waar wij tegen vechten. Wij moeten met z'n allen ervoor zorgen dat dit virus zich niet verder verspreidt. En om heel eerlijk te zijn, doen wij hartelijk het verzoek om die ongehoorzaamheid weg te laten. Want een groot deel komt door ongehoorzaamheid. We hebben praktisch elke keer dat we hier zo zijn, hebben wij opgeroepen en gevraagd en benadrukt. En bijna alle sprekers aan de tafel hebben elke keer gevraagd, keer op keer, mensen, hou rekening hiermee, hou rekening hiermee. Danielle Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, haalde verder aan dat het moeilijk is een beeld te vormen over de link tussen de laatste positief geteste gevallen en de verplaatsing van mensen rond de verkiezingen. We kunnen dus teruggaan naar het begin. De kolonel gaf het ook al aan. We hebben vaker aangegeven. We hebben de grenzen gesloten. We hebben de rivier gesloten. Mensen steken jullie niet zomaar over. Jullie komen van plekken waar het COVID-19-virus welig tiert. Men heeft het vaak genoeg in de wind geslagen en men kwam maar binnen. Om nu die causale, om die causaliteit uit te werken, dat zou voor mij op dit moment, ik wil me niet eraan wagen. Als het is omdat iemand overgekomen is, of omdat de grens open stond, dat iemand daardoor binnengekomen is en mensen is komen besmetten, dat kan ik zo niet pinpointen. Wat ik wel kan pinpointen is dat wij grenzen hebben die uitdagend zijn. Uitdagend om te beveiligen. En we hebben gehoord ervan dat men stelt, COVID-19-team heeft zijn werk niet goed gedaan, want ze hebben de grenzen niet goed beveiligd, ze hebben de grenzen niet goed bewaakt. Wel, ik weet niet als mensen hun visie van hoe onze grenzen eruit zien, of hoe ons binnenland eruit ziet. Als men kijkt naar Kola Creek, maar we hebben een prachtig land met een uitdagende grens. Met een rivier zo grillig. Wanneer dat de bochten in de rivier zodanig zijn dat als je aan de ene kant staat, je de andere kant niet ziet. Danielle Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid. Zij sprak gisteren tijdens een spoedpersconferentie van het COVID-19 management team in de congreszaal. Het managementteam doet een beroep op de samenleving zich daadwerkelijk te houden aan de COVID-19 maatregelen.